even dat schermpje omdraaien. Ik heb hem nou hier maar hangen. Dat zit nog wel vast. Dat. Maar van mijn stoel. Even zien hoor, moet ik zelf even koeken. Ja. Dan moet ik dat er dus even afhalen. Ik heb meestal met een mesje eraf geschraapt. Maar nou pak ik even, als, dan moet het ook mee lukken. Dat zijn de eerste twee huizen. Ja, wat dat moet worden. Ik dacht van garages, maar dat weet ik niet zeker. Maar de rest is nog lager dan dat. Ja. Dus dan ga ik eventjes weer uitzoomen en die meiden weer loshalen van de rollator. En dan kunnen we weer. Zo, lieve vrienden, ja, ik ben jullie niet vergeten hoor, nee, want ik ben heel erg beroerd geweest. Het gaat nou helemaal weer top, ja, nog een heel klein beetje, maar dat kan de pret niet boeien. Het is vandaag zondag, het is de 7e van de 4e 2024 en we leven om alweer reeds 4:10. Ja, welkom bij een gloednieuwe vlog van Corinne de Weesterboel. En dat is allemaal op zondag. Ik ben even met mijn stoel bezig, want mijn afstandsbediening, het klitterband ervan, dat liep los. Ik probeer het jullie te laten zien. Even dat schermpje omdraaien. Ik heb hem nou hier maar hangen. Dat zit nog wel vast. Dat. Maar van mijn stoel. Even zien hoor, moet ik zelf even koeken. Ja. Dan moet ik dat er dus even afhalen. Ik heb meestal met een mesje eraf geschraapt. Maar dan pak ik even, als het komt, dan moet het ook mee lukken. Dus ja, dat gaan we even proberen. En daarna ga ik weer even lekker met meisjes uit. En eerst even dat proberen. Dus ik neem jullie even mee. Ik moet even een doekje voor hebben wat eigenlijk niet pluist. Ja, ken je dat? Ja. Een doekje wat niet pluist. Ik weet het niet. Ja, wat pluist niet. Ik probeer deze. Ja, kan het schelen gewoon. Hij is wel als meer, want Willy heeft hem gebruikt. Maar ja, het gaat om met aceton. Ze heeft ermee gesopt. Ja, wat weet ik niet. Kijk. En daar wordt hij ook een mooie score van. Kun je er eigenlijk weer in spiegelen, zo wat. Mooie kieken, ja. Echt, ba? Ba? Ja. Kanonnen. Echt kanonnen. Ja, het meeste is eraf, wat er nou nog aan zit, dat kan ik overheen plakken. En de meeste die bellen dan het bedrijf op waar die stoel vandaan komt, om het weer te laten repareren. Hallo, koop even zelf een stukje klitterband, neem de maat op van wat op je afstandsbediening zit. En ja, voilà. Ga je toch even naar de naaimachinewinkel of wat dan ook. Oh, ja, wij hebben hier nog een naaimachinewinkel, geloof ik, dacht ik. Ja, ik weet het niet eens. Oei, oei, oei. We hadden er altijd wel een. Ja, een stoffenwinkel. Nou ja, dan kan je toch ook klitterband kopen. Ja, dus wees slim en haal gewoon een strookje waar die aan kan hangen. Ja. En misschien heb ik nog wel mijn naaikist, hoor. Kan ook nog. Dus dat gaan we ook eerst bekijken of ik dat daar nog heb. En dan komt het vast en zeker wel goed. Ja. Dus ja, dat. Dus ik ken het op er weer op. Ik laat het jullie wel weer even zien. Er zit nog wel wat op, maar het meeste is eraf. En daar ben ik blij om.
Kijk. Hier zit nog een klein beetje aan die rand. Nou ja, lekker belangrijk. Je kun je er weer in glimmen, dat kon niet. Nee. Dus ja, dat dus. Nou, gaat het doekje weer daar opgehangen worden. In die tas moet dat. Ja, en dan moet het naar boven. En dan kan het zo. Hoppata, dat borstmachine in. Ik heb mijn winterjas maar weer gepakt, want ik vond gisteren die jas die ik aan had toch te koud. Ja, en het is nou ook koud, het is 15 graden. En dan gaan we zo lopen. Ja, hé. Moet jullie een koekie? Ja, maar jullie zijn zo geweldig lief. Ja, echt waar. Ze zijn super lief. Super lief. Oei. Nou, eerst mijn koekie. Dan gaan we zo lopen. Ja. Zo. Alsjeblieft, dat is één. Nou, jij, grote meid. Op het poot. En nog één op het poot. En weer op dit poot. Weer op die poot. Je glijdt weg en weer op die. Goed zo, goede meid. Ah, eten. Nou. Ben jij een meisje? Pak het dan. Pak het dan. Nou, dan niet. Laat je het leggen. Je bent maar een malle meid. Wat gaan ze lopen? Ga je meelopen? Ja, lieve vrienden. Ja. Echt waar, wij gaan lopen. Dus ik zou zeggen, tot later en geniet verder van hier in zondag. Tot later, doei doei. Ja, zoals jullie zien, sta ik nou hier. Dit hier heet de Kanaalweg. Maar daar de nieuwbouw aan de Keizerstraat en de Westgracht. Weststraat. Ja, weet ik veel. West. In ieder geval met West. Ja. En ik heb de meiden aan de rollator vastgebonden. Tenminste, half. Sta ingezoomd. En zo dus. Kijk mezelf om. Moet maar niet. Dat zijn de eerste twee huizen en ja, wat dat moet worden, ik dacht van garages, maar dat weet ik niet zeker. Maar de rest is nog lager dan dat. Ja. Dus we gaan eventjes weer uitzoomen en die meiden weer loshalen van de rollator. En dan kunnen we die kant weer even een stukje oplopen. Kijk, die schoorsteen heeft een jasje aan. Ja. En die lopen gras te eten. Gaan jullie mee, dames? Loop eens door. Hallootjes.
Dat gaat het er niet worden. Nou, dan heb ik hier een lus. Dan neem ik ze gewoon daarbij. En dan is het hup, naar mijn stuur toe en dan lopen. Hola. Gaan we mee? Loop eens door. Juist, ja. En dan willen ze hier weer in. En dan moet ik met mijn stok er iedere keer om denken. Plasje doen. Kijk, en dan blijf ik hier even staan en wachten. Kijk, en daar is het nog lager. Ja, dat dus. Een bootje. Dacht al, wat hoor ik? Ja, dat is daar nog veel lager. Hebben ze wel de vloer, voor, tenminste, zover ik weet, de vloer van de eerste verdieping er al op. Maar voor de rest, nopendendo. Dus ja, hoe en wat, ik heb het vermoeden met dat geel, waar de daken er al op zitten, dat die al verkocht zijn en de rest nog niet. Dus dat heeft haast en dat nog niet. Dus ja, dat dus. Nou, we gaan verder die kant op. Dus we zeggen tot straks maar weer. Zo, lieve vrienden. Ja, ik zou vandaag zondag, het is alweer reeds maandag, maar ik zou vandaag zondag een vraag gaan beantwoorden van Mirjam Eleveld. Maar ben ik helemaal vergeten door één reden. De camera was bijna leeg dat ik het zou gaan doen. Toen heb ik hem aan de lader gezet. En ja, dan staat hij op de eettafel. En dan vergeet ik het helemaal. Ja, mijn excuus aan iedereen daarvoor. Maar het komt goed. Wat in het vat zit, verzuurt niet. Daarbij weet ik dat Mirjam ook ziek is. Dus ja, alsnog van harte beterschap als je nog steeds ziek bent, lieve schat. Ik wens je heel veel sterkte. En het komt heus wel weer goed. Echt wel, geloof mij, het komt goed. Ja, ik bid voor kracht en ik brand een kaarsje. Speciaal ook voor jou. Ja, brand sowieso elke dag, elke avond eigenlijk. Niet overdag, want overdag dan heb je licht genoeg. Ik heb geen kaars, licht nodig. Maar 's avonds brand ik een kaarsje voor iedereen die mijn dierbaar is, die daar al zijn. Maar ook voor de chique mensen die mijn dierbaar zijn. En ook dus voor jou, schat. Ja, komt helemaal goed. Maar nu, lieve vrienden, wens ik iedereen een welterusten slaap lekker. Met mooie dromen en uiteraard allemaal weer gezond uit je bed zien te komen. En jullie weten het allemaal. God die houdt over ons allemaal de wacht. En ik zeg daarom graag tot aan de andere kant van de nacht. Doei, doei.